Denver Luchthaven, de geheime basis van de nieuwe wereldorde. De internationale luchthaven van Denver wordt in 1995 opgeleverd. Het heeft $2 miljard meer gekost dan voorzien. Het is qua oppervlakte het grootste vliegveld van de Verenigde Staten en verwerkt per jaar zo'n 53 miljoen passagiers. Het is ook nog eens gefinancierd door een private investeerder. Alleen niemand weet wie dit is. Daarnaast maken critici nog eens pijnlijk duidelijk dat Denver al een vliegveld heeft. De landingsbanen liggen in de vorm van een hakenkruis. Op het logo staat een vierkant met kompassen erin en behoort toe aan de Nieuwe Wereld Vliegveldcommissie. Al bestaat deze organisatie helemaal niet. Waar het logo wel degelijk aan gelinkt is, is de vrijmetselarij, die ditzelfde logo al jaren gebruikt. Daarnaast is er nogal gekke kunst te vinden in het vliegveld, wat wordt gezien als satanische kunst. Ook zijn er afbeeldingen te zien die refereren aan een zogenaamde militaire onderdrukking en één wereldoverheid. De kunstenaar Leo Tanguma zegt dat de schilderingen de volgende titels hebben: In vrede en harmonie met de natuur en De kinderen van de wereld dromen van vrede. Ze zouden dus ook geen extra betekenis hebben. Er wordt beweerd dat de luchthaven gebouwd is door de vrijmetselarij als afleidingsmanoeuvre. De teveel besteden $2 miljard zou zijn gebruikt om een ondergrondse bunker te bouwen waar de wereldtop zou kunnen schuilen bij een eventuele economische of nucleaire ramp. Wat gebeurt er echt in de Bermuda-driehoek? Als jij je dat afvraagt, dan moet je zeker even deze video checken. Kijk je op je mobiel of tablet, draai dan je apparaat een kwartslag om de linkjes te kunnen zien in de beschrijving. Ik zie jou in ieder geval weer de volgende keer. Hey, bedankt voor het kijken!